Welkom bij de 2.4 Biocast over samenwerking. De samenwerking tussen deze honingbij en deze plant. De plant wil graag dat, voor zover planten kunnen willen, dat zijn stuifmeel terechtkomt op de stempel van een andere plant van dezelfde soort. De bij wil graag nectar hebben om honing van te kunnen maken. Wanneer de plant die nectar gaat halen, komen er pakketjes met stuifmeel aan zijn poten te zitten en wanneer die naar een volgende plant gaat, brengt hij dat stuifmeel over op de stempel van die andere plant. Beide hebben voordeel van deze relatie en daarmee is dit mutualisme. Dit principe kun je gebruiken als je een kas hebt waar je bijvoorbeeld tomatenplanten in hebt staan. Je kunt dan hommels kopen, die hommels met de doos in je kas zetten en de hommels gaan zorgen voor de bestuiving zodat je vruchten, tomaten aan je planten krijgt. Dit is een witte vlieg. Die gebruikt gebruik van de sapstroom in de bladeren van de tomatenplanten. Hij zuigt daar de glucose uit. Dat is nadelig voor je planten, omdat je minder opbrengst krijgt. Nadelig voor de plant, maar voordelig voor de witte vlieg. Een vorm van parasitisme dus. De witte vlieg scheidt ook honingdauw af. Een glanzend laagje dat op het blad komt te zitten. Dat trekt roetdauw aan, een schimmel die ervoor zorgt dat het blad zwart kleurt. Daardoor vindt er in de plant minder fotosynthese plaats. En daarmee is dit dus ook een vorm van parasitisme. Je wil dus graag van die witte vlieg af. Maar de relatie van de witte vlieg met de roetdauw is er een van commensalisme. De witte vlieg heeft er geen nadeel van, maar de roetdauw wel voordeel. Je wil dus duidelijk van die witte vlieg af. Dat kun je doen door sluipwespen los te laten, die de larven van de witte vlieg eitjes inleggen en die ervoor zorgen dat die larven dan van binnenuit worden opgegeten. Je kunt ook bijvoorbeeld gaasvliegen loslaten en die gaasvliegen eten de witte vlieg. En dat is dus een vorm van predatie. En met die predatie zijn we aan het einde gekomen van de 2.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.